Goedemiddag, beste mensen. Voor de derde keer, ons derde debat. We zijn goed aan het opwarmen ondertussen. Het is eigenlijk een dubbel debat. We gaan het eerst hebben over de baby op maat, gedurende een half uur. En dan de laatste 10 minuten krijgen we een filmpje over het recht op kinderen, of het ontzeggen van het recht op kinderen. Ik ga eerst de mensen voorstellen, weer heel snel, want ze hebben allemaal een onwaarschijnlijk curriculum, zoals ik al zei. En links ziet u Erik Legius. Hij is zonder twijfel de enige man op de campus van iedereen die er vandaag geweest is met een syndroom dat zijn naam draagt, het syndroom van Legius. Dan Freddy Mortier, ethicus van de Universiteit van Gent. Michael De Bruyker, fertiloloog, gynaecoloog van het UZ Brussel. Freddy van den Spiegel, econoom, ook VUB'er. Met die mensen gaan we dus een debat voeren over baby op maat. De eerste vraag die ik zou willen stellen is aan zowel Michael als aan Erik is: momenteel, wat bestaat er eigenlijk op wetenschappelijk niveau of op praktisch niveau in de zin van in vitro fertilisatie enzovoort? Wat zijn momenteel de mogelijkheden die we hebben om onze genen te manipuleren op een wettelijke manier? Michael, ja. Erik. Ik zal het woord nemen. Okay. Dus de dag van vandaag, ik heb ook een beetje geluk om in een sector te zitten of in een discipline te zitten waar er toch de laatste decennia veel mijlpalen zijn geweest. Alles is begonnen met de IVF en de ICSI-behandeling, die onder andere hier aan de VUB ontwikkeld is, waarbij dat we dus de zaadcel en de eicel buiten het labo een embryo kunnen maken. Dat is eigenlijk het begin van alles geweest en daaruit zijn dan verschillende technieken bij ontwikkeld. De zaken die we de dag van vandaag doen is voornamelijk de prenatale genetische diagnose. Dat wil eigenlijk kort zeggen dat we een embryo kunnen selecteren, een gezond embryo kunnen selecteren bij een koppel met een bepaalde mutatie. We kunnen daarin ook een stap verder gaan. We kunnen een PGD met HLA doen. Dat houdt in dat we eigenlijk een embryo kunnen selecteren. PGD, kan u dat even zeggen, wat die afkorting staat voor? Prenatale genetische diagnose. Okay. Dus we kunnen het embryo selecteren met of zonder de mutatie. We kunnen een stap verder gaan, dat doen we de dag van vandaag ook, PGD met HLA, waarbij dat we eigenlijk een embryo kunnen selecteren die hetzelfde weefseltype heeft als een zieke broer of zus. En dat wordt de zogenaamde savior baby's genoemd. Dat wil zeggen dat dat toekomstig embryo kind dus zijn zus of broer kan helpen. Dat is de dag van waar we de dag van vandaag staan. Er zijn nog andere nieuwe begrippen ook, zoals age banking, die ook dikwijls ethische debatten oplevert, waarbij dat dus een vrouw haar eicellen kan invriezen en op latere termijn daarover kan beschikken. Dat is waar we de dag van vandaag staan. Maar mijn collega zal meer vertellen wat er voor in de toekomst Okay. Maar al die zaken, dat moeten we goed begrijpen, die zijn wettelijk onderbouwd. Dat mag allemaal van de wetgever. Ja, dat wordt dus vandaag de dag aangeboden. Op dit moment leven we inderdaad in een zeer snel veranderende omgeving. Ik heb heel veel enthousiasme en ook in de wetenschappelijke literatuur en op congressen is er heel veel enthousiasme voor genome editing, waarbij men heel specifiek met moderne technologie die relatief efficiënt en goedkoop is, binnen een genoom heel specifieke veranderingen kan aanbrengen. U heeft het over de CRISPR-Cas. De CRISPR-Cas-technologie, okay. Inderdaad. Dat is geweldig. Dat is ongelooflijk krachtig. Nog maar een paar jaar gekend, maar heeft een revolutie teweeggebracht binnen het wetenschappelijk onderzoek. Geen enkel, we zeggen, hoogtechnologisch lab dat zichzelf respecteert, doet het zonder, omdat het zo geweldig werkt. En er gaan ook toepassingen komen die nu al reeds beschikbaar zijn om heel specifiek bepaalde cellen in het lichaam van iemand te corrigeren voor een bepaald genetisch defect om een erfelijke ziekte te kunnen genezen. Men noemt dat dan somatische therapie, waarbij men cellen ofwel in het lichaam of buiten het lichaam neemt, genetisch manipuleert en terugplaatst of ter plaatse laat. Op die manier wordt het orgaan in kwestie of de betreffende cellen gecorrigeerd, maar is er geen mogelijkheid of maar een zeer beperkte mogelijkheid dat het kan doorgegeven worden naar het nageslacht. Daarnaast bestaat ook theoretisch de mogelijkheid. We hebben gezien dat dat ook in de praktijk gebracht geweest is door onze Chinese collega He.
waarbij men op het moment van de bevruchting ook een ganse CRISPR-Cas-technologie inbrengt om bepaalde genetische verandering te gaan teweegbrengen op het moment van de bevruchting. Dus erfelijk. Dus alle cellen gaan die verandering hebben en die gaan dus doorgegeven kunnen worden. Men kan dit zien in het kader van het trachten te corrigeren van een gekende erfelijke aandoening, waarbij men dan probeert de PGT-kansen, slaagkansen te verhogen. Of men kan dat ook gebruiken, zoals de Chinese collega, om een soort van verbetering aan te brengen, want die embryo's hadden geen defect. Hij schakelde het CCR5-gen uit, waardoor er een verminderde vatbaarheid is voor HIV. Waardoor hij trachtte de embryo's te verbeteren. Natuurlijk, zoals onze Nederlandse voetbalfilosoof zegt, elk voordeel heeft zijn nadeel. Is het ook bij het uitschakelen van CCR5 zijn er nadelen aan verbonden. Want er is een verhoogde vatbaarheid weer voor andere aandoeningen. En als men bijvoorbeeld binnen 5 jaar een vaccin heeft voor HIV, ja, gaan die kinderen alleen de nadelen hebben. Dus dat toont aan hoe complex dat dit is. Vandaar dat er op dit moment heel veel stemmen zijn die opgaan, die zeggen, hola, moeten we daar eerst eens niet over nadenken? Ja. De meeste mensen willen daar nu niet onmiddellijk instappen, omdat we de complexiteit niet goed kennen, maar om dezelfde reden zou het ook niet verstandig zijn om nu te zeggen, we gaan dat nooit doen en we bannen dat volledig uit de gezondheidszorg. Okay, maar als ik het goed begrijp, de CRISPR-Cas op dit moment wordt niet toegepast op mensen. Waarschijnlijk wel in laboverband, en maar niet op systematische manier. Wel, het wordt toegepast om bijvoorbeeld beenmergcellen van iemand te nemen, daarin te veranderen en dan die beenmergcellen terug te geven. Men denkt er ook aan om via vectoren, zoals bij gentherapie, de CRISPR-Cas-technologie specifiek in bepaalde organen binnen te brengen, maar dat is nog puur research. Maar het ex vivo behandelen gebeurt nu al. Dus de technologie is zover dat men het wat somatische cellen betreft op mensen al aan het toepassen is. En er is ook heel veel enthousiasme rond, zowel in de research als voor deze toepassingen. De bezorgdheid gaat vooral omwille van de zaak wanneer men het gaat toepassen op een manier dat het kan doorgegeven worden aan opeenvolgende generaties. En wanneer men het niet enkel gaat toepassen om iets te corrigeren, een ernstig defect te behandelen, maar wanneer men het ook zou gaan toepassen om zaken te verbeteren. Bijvoorbeeld, je zou je kunnen voorstellen, we kunnen mutatie ergens aanbrengen, zodanig dat onze ogen infrarood licht kunnen zien. Ja. Is dat een verbetering? Is dat een nadeel, een voordeel? We weten het niet op dit moment. Ja. Vandaar dat de meeste mensen oproepen, laten we nu eens samen zitten, daarover nadenken en kijken wat we daar op termijn mee kunnen doen. Okay. Ik heb gelezen dat er ongeveer minstens 3000 aandoeningen zijn die in aanmerking komen voor CRISPR-Cas, gaande van chorea van Huntington tot kleurenblindheid. Dat is een enorm verschil. Ik kan ook begrijpen dat daar zeer ethische problemen mee kunnen gepaard gaan. Freddy. Ja, we zijn met PGD, dus daar zijn er natuurlijk... maar dat is een algemeen aanvaarde techniek. Ik denk dat men kan daar ook problemen rond maken. Men kan overal problemen rond maken natuurlijk. Maar dat is vrij algemeen aanvaard als een techniek voor verbetering, als ik het zo mag zeggen, van het nageslacht. Met genome editing natuurlijk, dat is iets helemaal anders. Het is daarnet gezegd, de mogelijke benefits daarvan zijn enorm. Dus de schade die wordt aangebracht door congenitale aandoeningen bij baby's, dat is verschrikkelijk. Dus dat is echt wel iets. Mochten wij erin slagen om daar iets aan te doen, dan is dat een hele stap vooruit. Dat gaat over de eliminatie van genetische ziekten. Dat is natuurlijk wel verandering, zoals u heeft het gezegd, omdat men soms de kiemlijn ook gaat aanpassen. Het is een wijziging die van generatie op generatie wordt doorgegeven, die bijgevolg blijvend is en die dus zorgt voor een verbetering van de kwaliteit van uw genenpool. Ik denk dat dat goed is. Dus daar zitten enorm veel benefits aan vast. Maar daar staat tegenover, en dat is eigenlijk ook al gezegd, zijn er een aantal risico's. En een van de belangrijkste regels is natuurlijk dat men mensen niet nodeloos mag blootstellen aan,
aanzienlijke risico's van hun gezondheid, dat men hen geen schade mag aanbrengen. En als je dus kijkt naar wat professor Hey heeft gedaan, dus die twee kinderen die daar ter wereld zijn gebracht, dan zie je dat hij toch wel op een zeer onverantwoorde manier te werk is gegaan. Er zijn een aantal studies geweest op menselijke embryo's, waar men door genome editing heeft gekeken van wow, wat komt hieruit. Na een aantal weken, een aantal dagen eigenlijk, is dan het vermenigvuldigings- of het telingsproces van de cellen stopgezet en zijn de embryo's vernietigd. Maar er zijn wel een aantal resultaten uit naar voren gekomen. Bijvoorbeeld dat in alle tests die ik heb gezien, dus 6 maanden geleden dat ik gekeken heb voor de jongste, maar tot dan toe, waren er overal problemen met mosaïcisme. Dus dat betekent dat verschillende cellen verschillend genetisch materiaal heeft. Wat komt daaruit? Daar kan van alles uitkomen. We weten niet hoe dat zit. Dan was er in zeer veel gevallen ook het verschijnsel van de... Ja, men probeert dus targeted, dus doelgericht probeert men te splijten. Maar ja, er zijn ook off-target splitsingen. Dus dat betekent dat men soms wel eventueel essentiële genen zou kunnen mee hebben die niet bedoeld waren en dergelijke meer. Men weet eigenlijk niet wat de gevolgen zouden kunnen zijn om dat op die manier te doen. Dus de veiligheid van de hele techniek is op dit ogenblik een enorm groot probleem. Dat wordt soms een beetje geminimaliseerd, maar als men heeft veel ervaring met het genetisch modificeren van dierlijke organismen. En we weten uit dierlijke organismen dat daar heel veel problemen zijn, zoals large organ syndrome en dergelijke meer. Dus ook verouderingsverschijnselen die veel sneller gaan en zo verder. Dus men weet eigenlijk niet heel goed wat de effecten zouden kunnen zijn. En die kunnen eventueel pas na een paar generaties opduiken. Hè. Dus men weet het eigenlijk niet. Dus de veiligheid is een groot probleem. En dus dat idee om te doen zoals men in de jaren 70 heeft gedaan met bacteriologisch onderzoek in het kader van de wijziging van bacteriën voor oorlogvoering. En dat was toen het idee. Toen hebben wetenschappers onderling een soort pact gesloten en gezegd, bon, er moet een moratorium komen tot wanneer het onderzoek kan verder gaan onder veilige omstandigheden, onder gecontroleerde omstandigheden. En ik denk dat dat eigenlijk ook in verband met het editen van het menselijke genoom zou moeten gebeuren. Men moet dus kijken op welke manier men daar verder mee gaat. Natuurlijk, er zal moeten geëxperimenteerd worden. Je moet op een of andere manier een weg vinden uit het gegeven van bot is gevaarlijk. Maar hoe gaan we daar aan uitgeraakt? Men moet daar een pad voor uitstippelen. En dat kan even duren. Dus ik denk dat ondertussen dat er een groot ethisch probleem is om dat meteen aan te wenden op mensen die dan geboren worden. Hè. Dus zolang ze niet geboren worden, is er geen probleem. Maar als ze geboren worden, is er natuurlijk wel een probleem. Oké. De eerste IVF-baby is geboren in 1979, als ik me goed herinner. Die is dus nu 40 jaar. Dus niemand weet wat IVF doet op hoge leeftijd. Er komen nu artikels uit dat IVF-kinderen ongeveer hetzelfde zijn als alle andere kinderen die niet IVF zijn, mits hier en daar wat kleine verschillen in kankerincidentie en zo verder. Niks speciaal eigenlijk. Maar we hebben daar niet op gewacht om IVF te doen. Zou je met andere woorden bij die CRISPR-Cas-technieken zeggen, oké, we gaan dat doen, maar we gaan het doen voor aandoeningen die er wel degelijk toe doen en niet voor alle mogelijke aandoeningen, omdat we nog niet weten wat het op termijn is. Bijvoorbeeld wel voor Huntington, maar niet voor kleurenblindheid. Ja, ik denk dat de vergelijking met de IVF-techniek dat eigenlijk toch wel een heel ander geval was. Daar ging het over een in vitro simulatie of nabootsing van een natuurlijk proces. Er is geen enkele reden om te denken dat dat anders of verkeerd zou kunnen lopen in vergelijking met het natuurlijk proces. Meer nog, waarschijnlijk zou het zelfs efficiënter zijn dan het natuurlijk proces. Dus dat was eigenlijk vooral ingegeven door wat ik noem het Frankenstein-syndroom. Die angst, de gedachte dat als men begint te prutsen aan de natuur, dat men dan monsters gaat creëren en dergelijke meer. Dat was op dat ogenblik compleet misplaatst. En ja, Louise Brown ziet er nog altijd uitstekend uit. En ik denk niet dat er een probleem zal zijn in de toekomst omwille van de manier waarop zij verwekt is. Maar met de manipulatie van het menselijke genoom is het wel degelijk anders. Dan gaat men in de mechaniek zelf van het organisme ingrijpen en we weten niet wat daar kan uitkomen.
Dan voor de vraag van welke ziekte eerst. Ja, als ik daar even over nadenk en mij afvraag hoe zou je nu experimenten kunnen verder zetten, dan zal het in eerste instantie moeten zijn door ergens gevallen, waar bijvoorbeeld kinderen met dus embryo's, waar je weet, die saks komt daaruit, de ouders willen per se dat kind geboren wordt. Wel, daar zou je natuurlijk wel kunnen gaan experimenteren, omdat de uitkomst van het experimenteren met human genome editing niet slechter kan zijn dan datgene wat er natuurlijkerwijze al zal uitkomen. Dus ik denk dat men in die richting wel eens zou kunnen een weg vinden om verder te gaan experimenteren. Erik, commentaar? Ja, wel, er zijn een aantal zaken vermeld hier wanneer het gaat om een gekende erfelijke aandoening in de familie. Hebben we nu al een volledig armamentarium ter beschikking via preimplantatie genetische testing, waarbij we ook aan die mensen kunnen aanbieden dat men de embryo's test en enkel de niet aangetaste embryo's kan implanten. En ik denk dat we daar op korte termijn veel meer vooruitgang kunnen maken door de technieken te verbeteren die er nu zijn, waarvan we weten dat ze veilig zijn, in plaats van te experimenteren met een heel complex mechanisme dat we nog maar enkele jaren kennen en waar dat er op dit moment veel te weinig over geweten is wat de gevaren zijn. Als blijkt dat dat volledig veilig is, moeten we opnieuw gaan nadenken. Maar ik denk dat daar zeker de collega's uit de fertiliteitscentra een belangrijke bijdrage kunnen leveren om deze problematiek te verbeteren. Ja. Michael? Wel, ik denk dat het absoluut waar is wat bij de collega's zeggen. Vandaag de dag werkt de PGD zeer goed. We weten nu dat werkt, we hebben dat goed in de hand en zo verder. Dus daar is eigenlijk geen twijfel over. De nieuwe methodes die eraan komen, die zijn ongetwijfeld zeer verlovend. Allee, dat is een zeer krachtig wapen, maar we weten niet hoe we dat moeten gebruiken. Dat is zeer gevaarlijk. We kunnen moeilijk beginnen prutsen aan embryo's met de chromosoom, met de genen en zo verder. Ik denk dat we dat ethisch gezien ook niet kunnen doen. Omdat we ook niet weten wat voor repercussies het gaat hebben later. We kunnen moeilijk onze volgende generatie daarmee opzadelen. Het is wel zo dat, als men mij vraagt wat zijn de eerste toepassingen daarin ziet, wat dat eventueel ethisch zou kunnen, krijgen we soms mensen op consultatie met voor een PGD-vraag met een HLA, dus met een ziek kind, waarbij dat er verschillende genen betrokken zijn. En daar zouden we eventueel kunnen overwegen om één of twee genen, aangetaste genen, te kunnen gaan uitselecteren om de kansen voor het reeds bestaande kind te vergroten dat we een goed embryo vinden. Maar dat is de enige situatie dat ik mij nu op dit moment kan inbeelden. Oké, dat is misschien dat we ethisch iets dat we kunnen verantwoorden. Maar zomaar voor de fun bepaalde genen gaan uitselecteren, zoals in het voorbeeld een HIV-gen gaan uitschakelen. Zeker voor infectieuze parameters lijkt me al totaal niet nuttig. Dat is iets infectieus moet je aanpakken met vaccinatie en zo verder, als dat al voorhanden is. En het uitselecteren van genen voor bepaalde gemoedsrust van fertiliteitspatiënten, omdat dat meestal een populatie is die zeer angstig is, die op zoek is naar, naar zekerheid. Dat ze zeggen, kijk, ik wil dit en dit gen gaan uitselecteren. Ik denk dat op dit moment vandaag absoluut nog niet aan de orde is. Okay. Michel, zijn er reacties uit de zaal? Allee, tot de gekste toe, mijn baby met bluetooth en vleugels. Maar er wordt wel druk gereflecteerd en toch een belangrijke vraag is, als de techniek van CRISPR-Cas zou kunnen volledig geperfectioneerd worden, is dat dan moreel verdedigbaar? Ik denk dat dat een moeilijke vraag is. Ik heb eigenlijk al gezegd dat dat inderdaad moreel verdedigbaar kan zijn. Hè? Dus als het erom gaat om echt schadelijke genen uit de genenpool te verwijderen en die daar definitief te verwijderen. En je kan dat doen op een veilige manier, et cetera. En dan denk ik dat dat een goed is. En niet alleen dat men het mag doen, maar dat men eigenlijk zelfs de plicht heeft om dat te doen. Ja, de zaal vraagt eigenlijk wat de econoom ervan denkt. Ja, is het betaalbaar? Ja, dus men vraagt advies van de econoom. Dat is altijd een slecht idee. Want we kennen de reputatie van economen. Als ik puur economisch moet denken, en dan ga ik terug naar de basis van economie, dat is de discipline die probeert het gedrag van de mensen alleen en in groep te analyseren in een wereld van schaarste. Wat betekent, we hebben beperkte middelen en we hebben veel dromen en behoeften. En dat creëert frustratie, dat creëert depressies en hebben we dus de gezondheidszorgen nodig. Dat creëert creativiteit.
om die problemen te kunnen oplossen. Dat creëert vooruitgang. Tot nog toe noemden we dat vooruitgang. Sommige economen nu zeggen, stop de vooruitgang, we zijn al te ver en we zijn al met te veel. Maar ik blijf dus een naïef, optimistisch econoom. En dit is gewoon een kwestie van het beantwoorden aan een probleem dat mensen zich stellen. Proberen ziekten te vermijden, proberen langer te leven. En dat is economisch een droom, want dan kan je langer werken. Dan kan je meer werken, kan je meer produceren. Dat gaat geld opbrengen. Geneeskunde is een klein beetje ook big business. Ik weet wel dat ethica heel belangrijk is, maar geld is voor sommige spelers in die wereld van de geneeskunde toch ook geen onbelangrijk element. Maar dat ze veel verdienen is geen probleem, want dan kunnen ze veel belastingen betalen. En die belastingen komen dan weer te goede aan diegenen die weinig verdienen. Maar dat is het ideale beeldje van de econoom. Maar hier hebben we met iets anders te doen natuurlijk. We hebben het over het ingrijpen in het wezen zelf van het menselijk wezen. Je zou kunnen bijvoorbeeld vragen, kan de geneeskunde niet zorgen dat we minder behoeften hebben? Snijd daar een paar genen uit. En dat zou niet goed zijn voor de economie. Dat zou dan niet, maar dan hebben we ook geen economie meer nodig. En geen econoom, want dan hebben we geen behoeften meer en dan leven we allemaal in het nirwana, waar we feitelijk niet meer willen dan wat we hebben. Dus je kan tot in het uitzonderlijk verre gaan in deze weg van voortschrijdend inzicht, wat wetenschap doet, grenzen verleggen. En soms kom je dan naar situaties van de leerling-tovenaar. En dat betekent dat je de unintended consequences plotseling massaal op je ziet afkomen. Ik denk dat dat het grote probleem is. Als ik bijvoorbeeld zie waar manipulatie van genen vergevorderd is in de plantkunde, dat er nu, er was 2 weken geleden nog in The Economist een heel artikel, een heel dossier over de gevaren. We willen allemaal, en we zijn erin geslaagd, dat maïs geen 1,5 meter, maar 3 meter groeit. En daar zijn dus bepaalde genen die remmend waren, weggenomen. Hoera. Maar nu begint men zich zorgen te maken, omdat men niet echt goed weet wat elk van die elementen van DNA feitelijk allemaal in zijn complexiteit aan het doen is. We weten wel bepaalde dingen, dat sommige dingen meer groei veroorzaken. En dat is dus goed. Maar het zou wel eens kunnen zijn, als iedereen die dingen dan gaat laten vermenigvuldigen, dat we het hele ras heel kwetsbaar maken tegen een of ander virus dat plotseling zou opduiken en waar, zonder dat we het echt weten, het ding dat we eruit gehaald hebben precies de weerstand zou hebben. En dan is er nu een wereldwijde campagne, politiek en wetenschappelijk, in die sector bezig, als ik het goed begrijp, om alle genen die men aan het wegnemen is omdat ze schadelijk zijn, toch tenminste bij te houden in bibliotheken, zodanig als we het ooit nog eens nodig hebben, omdat een nieuw virus misschien dat de oplossing is, dat we zeker dat ding niet kwijtraken. En dan is de grote vraag, wie gaat dat betalen? Mm-hmm. En dan zegt de wetenschap, de overheid moet het maar betalen. En alle ondernemingen, van Monsanto tot zover ik maar kan gaan, die zeggen, maar daar hebben wij geen geld voor. En dan krijg je dus een echt maatschappelijk debat waar de economische voordelen niet opwegen tegen de risico's die we zelf niet zien. Unintended, unexpected consequences. En dan wordt het maatschappelijk. Oké. Okay. Ik denk dat we stilletjes moeten overgaan naar het tweede deel. Mag ik nog één vraagje stellen aan Pennen en zeker aan onze econoom? Bas Heijne is een Nederlandse journalist, die heeft heel veel mensen geïnterviewd, alle mogelijke, over longevity enzovoort en verbetering van het ras. Ook Harari schrijft daar veel over. En zij allebei zeggen, kijk, er komt een tijd dat de mens zodanig zal verbeterd worden, intellectueel, fysiek, maar dat zal zeer duur zijn. Met andere woorden, er komt een duale maatschappij waarbij er een heersende klasse zal zijn die er goed uitziet, gezond is, langer leeft, over de data beschikt en een andere onderklasse. Hoe ziet u dat economisch? Denk je dat dat iets fantasierijk is of denk je dat dat wel degelijk reëel is? Opnieuw, de econoom die zal zeggen langs de ene kant, maar langs de andere kant. Hè. Vandaar die tweearmige econoom die nooit feitelijk iets zegt. De optimistische econoom die zegt, als we met iets nieuw komen, dan is dat vallen en opstaan, experimenteel. Zowel in de geneeskunde als het bouwen van een elektrische auto. En dat is onbetaalbaar. En dat mislukt 90% van de gevallen. Maar doordat er in een markteconomie winst te maken is en dat mensen geld zien, gaan ze toch proberen daar te geraken. En dat creëert een selectie, de natuurlijke selectie van Darwin.
Maar in het begin heb je dus een paar winnaars, maar stilaan zal daardoor er geld genoeg zijn, zodat de kosten van al die nieuwe technieken fors naar beneden gaan en dat dus feitelijk in principe iedereen. Wat we een beetje meemaken feitelijk. Hè. Al die dingen worden steeds goedkoper en nu kan je al beginnen dromen dat iedereen een elektrische wagen zal kunnen kopen. Maar dat is begonnen 40 jaar geleden. Het eerste succes was Tesla met auto's die miljoenen kosten. En nu, dankzij, en daarnaast natuurlijk de overheid die ook ingrijpt, maar feitelijk de dynamiek van de markt krijg je. Hè. Nu, waar de maatschappij moet ingrijpen, dat is als dat gebruikt wordt voor dingen die maatschappelijk onverantwoord zijn, te gevaarlijk. Stel dat we ineens zouden hebben, we gaan voor elk gezin een mini-nucleaire reactor bouwen, zodat ze zelf hun elektriciteit kunnen maken. Daar zou maatschappelijk moeten gezegd worden, dit kan niet. En twee, wanneer het dan echt succesvol is en er is massa's geld mee te verdienen, dan moet de maatschappij ingrijpen om te zeggen dat die vrije rente die die paar happy few hebben, dat die afgerond wordt en verdeeld wordt over de hele brede maatschappij. En dat is waar onze maatschappij nu ook reeds begint te falen. Overal ter wereld. En een beetje ook in België. Maar dat is klein bier ten opzichte van de Verenigde Staten. Oké, we gaan hier afronden. We hebben nog een tweede stuk. En dat is een stuk eenvoudiger. Het gaat over het volgende. We gaan eerst naar een filmpje kijken. Volgens mij bestaat er niet zoiets als het recht op een kind. Er is ook geen enkel verdrag dat dat vernoemt. Wat natuurlijk zeker wel bestaat, zijn de rechten van kinderen. En daar zijn verdragen over. Maar die worden ook in ons land elke dag opnieuw met de voeten getreden. Ik heb voor jullie een vraag. Mijn eigen mening, daar moet ik niet lang over nadenken. Als OCMW-voorzitter zie ik heel veel kinderen in echt zwaar problematische situaties. Bijvoorbeeld een jonge moeder van 25 die al 10 jaar echt verslaafd is, zwaar verslaafd is aan drugs. En die al 4 kinderen op de wereld heeft gezet, telkens drugsbaby's, telkens weer geplaatst. Ik denk dat we dan als hulpverlener echt richting anticonceptie moeten werken en ervoor moeten zorgen dat er geen 5e kind aankomt. Maar wat denken jullie daarvan? Moeten we weer afwachten om te kijken hoe het deze keer loopt? Of werken we met de hulpverlening in dit geval richting anticonceptie? Kunnen we dat taboe doorbreken en meer in die richting beginnen werken? Dat is mijn vraag aan jullie. Dus de vraag is: verplichte contraceptie bij mensen die eigenlijk niet in staat zijn om een kind op te voeden. Dat is de vraag. En daar mogen jullie over stemmen. Maar als het gaat om bakjes aan stemmen, dan pas ik. Michel, hoe moeten de mensen dat doen? Hand opsteken. Openbaar. Gewoon hand opsteken? Amai. Ik dacht dat het wel iets technologischer kon. Er antwoordt niemand. Ah. 48 seconden, hè. De seconden zijn aftellend. Nee. 83% zegt, 84% zegt ja, contraceptie verplichten bij een moeder die niet in staat is. 16% zegt nee. Nu, voor alle duidelijkheid, dat antwoord, er zal er waarschijnlijk nooit komen, verplichte contraceptie wettelijk, maar enfin, het is een goede oefening. En die oefening vraagt om een lichte duiding van onze filosoof Freddy. Ja. Wel, ik... Zeggen dat het nu aan mij is om even te huiveren. Hè. Waar anderen huiveren bij Frankenstein, hè, huiver ik bij dit soort zaken. U moet weten dat dit eigenlijk een vraag is om een wet in te voeren. Die een wet, hè, het is de overheid, hè, de overheid. En die mensen dus bepaalde reproductierechten gaat ontzeggen. We hebben dat nog meegemaakt in de geschiedenis.
en ik zeg niet in de Belgische geschiedenis, het is eigenlijk in de wereldgeschiedenis, hè, waar staten zich zijn beginnen moeien, omwille van de kwaliteit van het nageslacht en vanuit overwegingen over hoe gaan die kinderen opgroeien. De eugenetica. Waarbij dus ook verplichte sterilisaties gebeurd zijn van mensen en zo verder. En dan met de uitwassen, boy, ik ga niet de Duitsers laten binnenmarcheren zoals men dan gewoonlijk doet, maar enfin, ik heb het nu toch gedaan. Maar dat, ik huiver van dat soort zaken. Dus eigenlijk zou mijn vraag zijn... Ik zal een tweede punt aanbrengen. Voor mij is het ook heel belangrijk, hè, dat mensen opteren voor verantwoord ouderschap. Dat vind ik ook heel belangrijk. Er zijn rechten van kinderen. En het is zo dat ouders hun best moeten doen om hun kinderen een redelijke kans op succes te geven op hun leven en daarvoor zo goed mogelijke voorwaarden moeten creëren. Niet de beste, maar zo goed mogelijk. Mijn vraag is dan voor die drugsverslaafde vrouw, zit die in de situatie of niet? Ik denk dat ze in een situatie zit waar dat onvoldoende is, waar dat niet naar behoren is en waar ze dus de morele plicht heeft om dat anders te doen. Maar ik zou naar mevrouw Van Peel eigenlijk de bal willen teruggooien en zeggen, veronderstel nu, we hebben geen enkel probleem blijkbaar met mensen die dus de kinderen ter wereld brengen, die ergens een genetisch defect hebben, hè? Want er is geen verbod om dat te doen, er is geen legaal verbod om dat te doen, je mag dat doen. Zou zij bereid zijn om in zo'n geval, waar iemand dus een kind met een genetisch defect ter wereld brengt, toch iets wat op zijn minst even incapaciterend is als leven in een gezin met verslaafden, zou zij bereid zijn om het wettelijk verplicht te maken dat men dan een abortus ondergaat? Dus dat is de tegenvraag die ik daar zou formuleren. Oké. 84% is pro, onze filosoof is duidelijk tegen. Daar moet toch een discussie uit kunnen ontstaan. Michel? Nee. Nee? Weinig. 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 De mensen zijn redelijk vastberaden. Natuurlijk, ja. Het is een zeer moeilijke vraag. Het is geen wet, uiteraard. Het zal waarschijnlijk ook nooit een wet worden. Mijn vraag is, kan je zoiets niet doen als, noem het dan een Belgische oplossing, een verplichte, tussen aanhalingstekens, contraceptie light? En daarmee bedoel ik, ik heb het zelf ooit wel eens gedaan, heel lang geleden, toen ik in het begin gynaecologie deed. Dat is mensen met recidiverende abortusvraag, die continu kwamen voor de abortus. En op een bepaald moment zei ik, kijk mevrouw, ik ga dat wel doen, maar laat me alsjeblieft een spiraal steken op het einde van de abortus, dan kom je niet meer terug. En dat kan je ook niet zelf eruit halen. Dus zoiets van alles doen om te overtuigen van toch naar die reversibele contraceptie te gaan en daar toch ook een beetje druk voor te gaan gebruiken. Ziet u daar problemen mee? Daar heb ik geen probleem mee. Ik heb al gezegd dat ik vind dat mensen voor verantwoord ouderschap moeten opteren. En als men mensen daar goede raad kan ingeven, als men ervoor kan zorgen dat men hen ondersteunt om dat te doen, het voor hen ook mogelijk maakt. Hè. Dus als een vrouw instemt met een voorlopige contraceptiemethode, dan is dat uiteraard in orde en is het probleem wat dat betreft opgelost. Maar niet voor eeuwig, hè? Niet voor altijd. Op dat ogenblik is het dan opgelost. Nog beter is het er natuurlijk voor te zorgen dat die vrouw ook de omstandigheden krijgt waarin ze die kinderen kan opvoeden, hè, als we dat zo belangrijk vinden. Het is een vraag die ook in verband met de vorige kwestie een aantal keren naar voren gekomen is. Psychiatrische patiënten moet je niet eerder zorgen dat ze de goede sociale omstandigheden hebben dan dat ze een euthanasie kunnen krijgen. Nu, ik ben een voorstander van euthanasie in bepaalde omstandigheden voor psychiatrische patiënten die daarom vragen, hè, voor de duidelijkheid. Maar ook daar moet men toch eens denken aan, ja, maar is het dan niet mogelijk om de omgeving zo in te richten dat de nadelen voor die kinderen voldoende wegvallen? En daar heb ik geen probleem mee, dat kan men zeker doen, want die vrouw is fout, denk ik. Ja. Okay. Willen nog andere mensen reageren op deze enquête? Ja? Ik denk dat wij in de genetica ook regelmatig met dergelijke situaties te maken hebben waarbij wij koppels zien voor ons op consultatie, waarbij we weten dat ze onvoldoende kwaliteiten hebben omwille van hun beperkingen om goed voor een kind te kunnen zorgen. En daar wordt er heel dikwijls omgeschakeld, zoals u ook doet in uw praktijk, van een niet-directieve naar echt een directieve counseling om mensen echt in een bepaalde richting te proberen krijgen, omdat je weet dat ze anders in een ongeluk gaan lopen. Ja. Ja, ik zou er misschien iets willen op antwoorden zonder daar echt een duidelijk zelf idee over te hebben. Maar ik denk dat het een normale evolutie is en een gevolg van vooruitgang. In de middeleeuwen hadden ze geen snelheidsbeperkingen tot 120 kilometer per uur op een autostrade, want er waren geen auto's en geen autostrades. Naarmate je dus vooruit gaat en dus de kracht hebt als individu om waanzinnige dingen te doen met je auto, krijg je een ganse reeks reglementen.
Nu, de voortplanting wordt stilaan een technologische zaak. Willen we kinderen? Van welk geslacht willen we zijn? Hoe willen we eruit zien? Welke kinderen? Hoeveel willen we er? Dat wordt technologisch. En voor mij is de keerzijde dat de maatschappij zal moeten reageren om zeker te zijn dat die capaciteit van technologie dat die op bepaalde momenten afgeremd wordt. En dus dan zien we dat onze individuele vrijheid feitelijk, naarmate we vooruit gaan, steeds beperkter wordt. En dit is een typisch voorbeeld van misschien een stap te ver, een stap te vroeg. En in elk geval kan je hier zeggen, ja, voortplanting, dat is heilig. Ook in dit huis is dat heilig. Daar mogen we niet aankomen. Maar dat tijdelijk een beetje verplicht uitstellen, is misschien niet zo heilig. En als men dan spreken we niet van steriliseren, maar dan spreken we van tijdelijk het wetmatig uitstellen tot de toestand verbeterd is. Dan zitten we al met een nuance natuurlijk ten opzichte van wat andere politieke regimes in de tijd geprobeerd hebben. Vandaar dat niemand voor sterilisatie is natuurlijk, maar iedereen, als je ervoor bent, voor contraceptie die reversibel is. Ja. Goed, we gaan ermee stoppen. Het is 5:20. Ik wens iedereen te bedanken voor deze namiddag. Beste publiek, dank u wel. Ik wens uiteraard de sprekers te bedanken. En mijn collega-moderator Michel de Nijer. En dan is er nu, ik weet niet wat er nu is eigenlijk, een receptie? De organisatie neemt nu even... Bijna. Oké. Er is nog een prijsuitreiking, blijf zitten. Nog niet weglopen. Dank u wel, moderateur. Dank u wel, panelleden. Zeker professor Van den Spiegel, onze David Attenborough van deze sessie. Ik heb genoten van uw uiteenzettingen. Ik hoop jullie ook. Dus nu nog een klein beetje geduld voor de grote prijsuitreiking. We hebben het al een paar keer over geld gehad. Nu gaat het nog een laatste maal over geld. Ik denk dat een paar mensen nog zitten af te wachten tot het verdict nu. Het gaat over de beursmedische wereld, de grote cheque die jullie daarvoor aan zien staan. Nu over 1.000 euro deze keer. Ik heb geen namen op mij, daarvoor moet ik iemand naar voren laten roepen. Het zijn twee mensen, of toch één persoon van het Humanistisch Verbond van Brussel. Normaal gezien was mevrouw Marina van Haren uitgenodigd, maar zij is geëxcuseerd. En meneer Mario van Essen zou ik graag naar voren willen roepen voor meer uitleg over die beurs en de winnende namen. Alsjeblieft. Goedenavond iedereen. Vooraleer ik begin met die prijsuitreiking, deel ik even mee dat er zelfs een groep van blonde deernen, waaronder ik zelf, zal rondgaan met de bedelzak voor het fonds van Paul de Knop tijdens de receptie. Dus als u mij ziet passeren, dan mag u gerust uw portefeuille opentrekken ten voordele van het fonds voor de VUB Paul de Knop. Dat eerst. Ik moet Marina van Haren, ze zit daar, ik heb geen conditie, als ik een trap afloop heb ik geen adem meer, vandaar mijn geheig. Maar ik ga eerst Marina van Haren, voorzitter van het Humanistisch Verbond Brussels Gewest, excuseren. Een van uw collega's heeft vorige week of een paar weken geleden is het ondertussen wat werkzaamheden gedaan, dus zij blijft bovenaan de trap staan en neem ik, Mario van Essen, de honneurs waar. Wij geven namens het Humanistisch Verbond van het Brussels Gewest een geldprijs van 1.000 euro aan een project. En ik moet daar zelfs Eddy Merckx en Guy van Hengel voor op het podium roepen. Dus zij mogen zich al in pole position zetten. Naar een project dat zich afspeelt in Kameroen. Het is een project dat onderwijs en gezondheidszorg combineert. Waarbij men, en het zijn een drietal mensen hier van de VUB, artsen in opleiding, een project dat zich richt op weeskinderen en meisjes. En zij gaan in afgelegen gebieden in het kielzog van een aantal artsen, die trouwens ook op de VUB zijn opgeleid, gaan zij zich weg van ziekenhuizen of naar lokale gebieden verplaatsen om daar gezondheidszorg aan te bieden. Ze hebben mij gezegd dat ik de naam nog niet mocht verklappen. Daarvoor roep ik Guy van Hengel en Eddy Merckx. U mag naar voren fietsen. Om de cheque te overhandigen
samen met mij. Het project dat de Beurenmedische Wereld 2019 heeft gewonnen, Medibamba, met name Stéphanie Elias Constance. Hallo. En waarom was dat nu Eddy die prijs heeft moeten uitreiken? Dit jaar is het 50 jaar geleden dat de grootste atleet aller tijden, overigens een fantastische Brusselaar, de Ronde van Frankrijk heeft gewonnen. En vandaag zijn we net 50 dagen voordat die Ronde van Frankrijk terug is in Brussel langskomt. Het is van 1958 geleden dat we nog eens de ronde hebben gehad aan het Atomium. En dankzij Eddy, krijgen we die ronde terug. Het mooiste, het machtigste. Een van de meest bekeken televisiespectakels van de wereld. En ja, de mensen van ASO, van de Tour, hebben gezegd: pour le plus grand champion de tout temps, gaan we een keer iets doen wat bijzonder is. We brengen terug die ronde naar Brussel. Waarvoor dank je die? Het is dankzij u dat we die hebben. Schrijf ondertussen al maar zaterdag 6 en zondag 7 juli op. Hè? Ja, zo is het, ja. En die zondag is er een tijdrit, hè? Een ploegentijdrit, ja. Een ploegentijdrit. En waar gaan we die rijden? We rijden dus rond Brussel. We gaan starten voor het Koninklijk Paleis en we komen toe aan het Atomium. Voilà. Dus, en dat is de rit zoals je hem gereden hebt? Nee, toch niet. Nee. Hebben ze het een beetje aangepast? Ja, men had mijn gezicht dat men ging proberen. Nee. In 1969 was de ploegentijdrit in Sint-Pieters-Woluwe. Dit is Brussel. Ja, ja, men heeft het wat aangepast. Dat is typisch voor de Ronde van Frankrijk. De Ronde van Frankrijk is niet alleen een groot sportspectakel, maar is ook een machtig televisiespectakel. En in feite zijn het de regisseurs van de Tour die ook op zoek gaan naar de mooiste plekjes, hè, om de mooiste beelden te schieten, zodat ook degene die misschien wat minder in het sportgebeuren zelf geïnteresseerd is, toch ook naar de televisie kijkt om gewoon de plaatjes te zien. Absoluut. Ik denk dat het een mooie publiciteit is voor Brussel, want televisie natuurlijk. Ik denk dat 125 landen de tour uitzenden. En dus Brussel zal in 128 landen bezien zijn. En ja, ik denk dat het prachtig, een goede promotie is. En voor mij is het een heel grote eer dat de start is in Brussel. Tout l'honneur est pour nous. Ja. Dus afspraak begin juli, hè? Dan zijn we er allemaal, hè? Dankjewel. Goed, we hebben een aantal strekkingen ook aan het woord gehad vandaag. We hebben
Wacht, oh, sorry. Ik moet uw filmpje nog laten uitspelen. Sorry. Feast your eyes. Ik was erin ingebroken. Ik kijk er eigenlijk alvast naar uit. Alleszins. Oké. Okay. Bon, dus om nog eens te beginnen, we hebben een aantal strekkingen aan het woord gehad. We hebben een meer Joodse invalshoek gehad. We hebben een protestantse invalshoek, een filmpje gezien. Ook een islamitische inkijk. Maar natuurlijk, VUB zou VUB niet zijn als we toch afsluiten met een meer humanistische trend. Daarom zou ik mevrouw Anne-France Ketelaar naar voren willen vragen, directeur van De Mens Nu, een humanistische koppel. En meneer Freddy Mortier, ook van De Mens Nu. Jullie mogen naar voren komen voor een slotwoord. Dames en heren, we gaan u niet lang meer aan de praat houden. Er is mij gevraagd om mij aan mijn tekst te houden. Want als ik dat niet deed, ging ik wat meemaken. Wat mij zo curieus heeft gemaakt dat ik natuurlijk in de verleiding ben om de tekst niet te volgen. Maar goed, ik begin eraan. Dus om te beginnen, het symposium Medische Wereld 2019 zit er weer op. We gaan een paar dingen naar voren brengen die we in de loop van de dag hebben gepresenteerd gekregen, maar toch naar de organisatoren toe. Dit was werkelijk een fantastische prestatie die jullie hebben geleverd. Dit is een zeer kwaliteitsvol en een zeer divers symposium. En de organisatie was top. Dus graag een applaus daarvoor. Dat is het. Nu, als we er één centraal thema uit kunnen halen, dan is het wel dat het thema van de toegankelijkheid voor de patiënt van de gezondheidszorg, dat een aantal keer is opgedoken. We hebben het vanmorgen gehoord in het kopstukkendebat. De patiënt en de arts moeten dichter bij elkaar staan. Ze zouden elkaar ook gemakkelijker moeten vinden. En dat ging daar dan in eerste instantie over de eerste lijn. Maar eigenlijk is een zorgnetwerk dat vandaag ook extra aandacht verdient. Ja, de nulde lijn. Het zorgsysteem van morgen zal een heleboel uitdagingen kennen. Er wordt voorspeld dat de vraag naar ouderenzorg over de komende jaren heen zal verdrievoudigen. En dat is nog maar een stuk van het vraagstuk. Dat zal dus veel mantelzorg vragen. Of we dat nu willen of niet, het zal anders moeten. En dat zal moeten met nog meer ambitie. Dat daarnet 81% van de bevraagden, dus vanmorgen, aangaf dat je het systeem rond de mutualiteiten hervormd willen zien. Dat toont toch aan dat er, niet dat ze gelijk hebben, hè, dat toont aan dat het maatschappelijk draagvlak er is om een heleboel taboes, om die toch weer in vraag te stellen en alles grondig te overdenken. Dat vergt moed en die moed is er blijkbaar. Wie had 20 jaar geleden durven denken dat er via zoiets als de sociale media een open gesprek zou ontstaan tussen de patiënt en de zorgverlener? Ook dat brengt uitdagingen mee. Daarnet hebben we het gehad over de ethische vraagstukken. Er zijn er natuurlijk een pak. Er is het euthanasiedebat, waar we recent ontwikkelingen zien rond het kader bij die hele moeilijke gevallen van verworven wilsbekwaamheid, dementie meer bepaald. Misschien mag ik de mensen hier die dat willen oproepen om aan de stand van De Mens Nu een lijfpetitie over dat thema te gaan lezen om te beginnen en als ze het daarmee eens kunnen zijn om die ook te ondertekenen. We zitten ook met vragen rond een voldoende en toegankelijke mentale gezondheidszorg. Nu, wat ik vandaag gezien heb, dat vervult mij toch wel met enige fierheid. Het ging om een open debatten waarin de patiënt vaak centraal stond en met toch wel de nodige aandacht voor sereniteit. In de lijn van Caroline Pauwels, de
rector van deze fantastische universiteit, zijn wij realistische optimisten, zoals dat heet. En een realistisch optimist moet ook stilstaan bij de praktijk. Hoe gaan we dat allemaal betalen? Het kopstukkendebat van vanmorgen heeft ons al een begin van antwoord gegeven. En ook daar is het dus duidelijk dat we de rol van alle spelers zullen moeten durven herdefiniëren en kijken naar hun verantwoordelijkheid. Geneesmiddelen moeten betaalbaar blijven. We moeten de verstrekkers ook wijzen op hun verantwoordelijkheid daarin. En dat zal een uitdaging van formaat zijn. En ik volg daarin wat de prorector van de universiteit, Paul de Knop, eerder zei. We moeten onze netwerken activeren en beleidsmatig voldoende middelen vrijmaken voor interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld naar Alzheimer en wat daarbij komt kijken. Dus geef Mario Vanesse, alsjeblieft, straks de inhoud van uw portefeuille. En dan wil ik enkel nog concluderen met een citaat van minister De Blok. En eigenlijk had ik met die ene zin kunnen volstaan, denk ik. Ik citeer haar. De patiënt moet op het podium staan als nummer 1. En al de rest daar rond. We gaan ervoor. Dank u. Dames en heren, ook mijn felicitaties aan de organisatoren en deelnemers voor weer een geslaagd medisch symposium. De mens nu als koepel van de vrijzinnig humanistische organisaties in Vlaanderen en Brussel steunt heel graag dit alsmaar groeiend evenement elk jaar. En de reden ligt voor de hand. Een menswaardig bestaan hangt nauw samen met de toegang tot goede gezondheidszorg en met een grote mate van inspraak in het eigen zorgproces. En u kent de mens nu wellicht daarvan. Wij ijveren voor ethische vrijheden in de wetstraat en informeren erover in de dorpsstraat. Toch wil ik dit slotwoord vandaag aan iets anders besteden. Ik vraag graag uw aandacht voor een dimensie van zorg die in feite buiten het domein van dit symposium ligt, aangezien ze strikt gezien niet medisch van aard is. Ze wordt namelijk niet verleend in het kabinet van de dokter of specialist. Ze wordt niet of amper weerspiegeld in het budget en ze valt evenmin onder zorgen toegediend na een aanslag, natuur, ramp of oorlogsdaad. Het gaat niet eens over zorg verleend door professionals zoals u, maar door mensen die daar niet voor opgeleid zijn. Mensen die bij de buren aankloppen als het daar de voorbije dagen verdacht stilletjes is gebleven. Mensen die de medicijnen gaan halen bij de apotheker nadat mama of opa ontslagen zijn uit het ziekenhuis. Mensen die erop toezien dat een herstellende kennis goed en gezond blijft eten en daadwerkelijk aansterkt. Kleine gebaren, maar met een grote impact. Het gaat hier namelijk om de ruime meerderheid van de totale zorgbehoeften. De medische zorg, dat is in ons land de top, en dat mag je letterlijk en figuurlijk nemen, de top van een gigantische ijsberg die bestaat uit zorg verstrekt door niet-professionals. Wist u dat vandaag al 1/3 van de totale mantelzorg wordt gedaan door kennissen en buren, niet eens door familieleden? En wat gaat dat morgen geven? Voorspellen is altijd link, maar de trend is duidelijk. De vergrijzing komt op kruissnelheid. Het aantal 80-plussers neemt toe, net als de druk op een verhoudingsgewijs steeds kleinere actieve bevolking. De behoefte aan chronische zorg zal drastisch stijgen. Aandoeningen als dementie en Alzheimer liggen mee aan de basis. De kaarten liggen zoals ze liggen. Geen enkele hervorming of redesign van onze gezondheidszorg kan die tsunami geheel opvangen met enkel meer professionele hulp en zorgverleners. We kunnen dat niet organiseren en we kunnen dat niet betalen. Maar wat we wel kunnen doen is tijdig het complementaire en het belang van nabij en informele zorg onderkennen. De wijk intrekken en daar de spilfiguren identificeren die het verschil maken. De postbode die eenzaamheid detecteert, de buur die langsloopt de eerste dagen thuis na een ingreep en zo dure heropnames voorkomt. Dames en heren, toen de mens nu voor zorg koos als jaarthema voor de volgende jaren, zagen we spoedig dat deze uitdaging om meer dan louter informerend of lobbywerk vraagt.
Dit vraagt omwerk op het terrein. Een herkenbare situatie met de steun van overheid en tal van vrijwilligers bouwde onze gemeenschap reeds een sterk lokaal verankerd netwerk van vrijzinnige centra en organisaties uit. Huizen van de Mens ook, bemand door goed opgeleide en geëngageerde consulenten. Elke burger kan bij hen terecht voor een luisterend oor, een babbel, een vakkundige doorverwijzing. Die dienstverlening is strikt moreel van aard. Mee onze schouders zetten onder de toekomst van zorg is uiteraard een ander paar mouwen. We moeten zelf de straat op. Maar de uitdaging is tegelijk heel mooi. Zorgen voor de buurt. Mantelzorgers ondersteunen. Ons netwerk openstellen zodat snelle setups lokaal mogelijk worden. Onze verankering en onze expertise extra maatschappelijke meerwaarde laten bieden. Kortom, de vrijzinnig humanistische beweging engageert zich volop voor een nieuw zorgmodel dat professionele en gelegenheidszorg integreert. We hebben de infrastructuur, we hebben de motivatie en de mensen. Alleen, we hebben niet altijd de expertise in huis of het juiste contact op de juiste plaats. Ik doe dan ook graag een oproep en ik vraag om jullie steun bij dit project. Om ons te adviseren bij beleidsvoorbereidend werk. Onze consulenten mee te helpen vormen. Onze vrijwilligers om de zorg in uw buurt te helpen inrichten. Samen maken we het zorgmodel van de toekomst uit. Ik dank u. Dank u wel aan Frans en Freddy voor het mooie slotwoord. Ik ga het heel kort houden, dus wees gerust. We gaan straks iets lekkers gaan drinken, want het is hier ook redelijk warm, heb ik gevoeld. Ik wil jullie eerst als fantastisch publiek bedanken voor jullie aanwezigheid. En ik ga van die gelegenheid ook gebruik maken om eens uit de biecht te spreken. Hier aan de VUB moet dat eens kunnen. Want na de laatste editie van verleden jaar, 2018, had ik hier en daar zo wat horen fluisteren dat dat toen al een topeditie was en dat we niet veel beter zouden kunnen doen. En ja, als je mij een uitdaging geeft, dan zijn we er natuurlijk voor gegaan. En we hebben dat in 2019 gestreefd toch om naar meer perfectie en vernieuwing te gaan. Ik moet wel eerlijk toegeven dat het een heus huzarenstukje was om al die 76 sprekers en moderatoren van een zeer hoog niveau, moet ik zeggen, op één dag samen te brengen. En dat dan nog eens verdeeld over vier parallele sessies. Dat was, denk ik, een zeer moeilijk werkje, maar het is ons gelukt. Met inbegrip van die vijf debatten, waarvan uiteraard het kopstukdebat van de gezondheidszorg 2 weken voor de verkiezingen het hoogtepunt heeft gevormd hier in Jette, maar ook op de social media en op de nieuwszenders. En ik kreeg daarnet nog een berichtje van Jan de Meulemeester dat het debat is gestreamd op VTM, dat 1 miljoen kijkers het livestream hebben gevolgd. Dus dat is enorm. Vanavond ook komt het in de nieuwszenders, morgenmiddag op VRT en VTM ook. Dus er gaat daar wel nog navolging gegeven worden. En die vernieuwing hebben we dan ook doorgetrokken naar het verplaatsen van het avondfeest buiten de campus, naar de plantentuin in Meissen. En ik kan jullie nu al verklappen dat dat een bijzonder aangename ervaring zal zijn op een zeer prachtige locatie. Dus ik nodig iedereen graag van harte uit om dat zeker eens mee te maken. Het gaat een unieke plaats zijn. We gaan dat geen twee keer achtereen gaan doen. Dus als je het wil meemaken, zal het dit jaar zijn. Ik maak van de gelegenheid ook gebruik om enkele oprechte bedankingen te doen. Alles wat u hier gezien heeft vandaag, dat is van A tot Z in elkaar gestoken door studenten en assistenten van onze faculteit die deel uitmaken van ons fantastisch team van de medische wereld. En waar ieder van ons ook zeer veel tijd en energie heeft ingestoken. En het resultaat mag er dan ook wel zijn. Ik wil dan ook dit fantastisch team, waar dat er 15 personen in de harde kern en 50 leden van de medische wereld zeer hartelijk bedanken voor hun inzet, energie en professioneel werk. Ik zou willen vragen dat al die leden en bestuursleden die vrij zijn, even naar het podium komen.
Want er is natuurlijk een heleboel die al in Meissen zit daar op te bouwen gans de dag. Maar dat al die leden even op het podium komen voor de groepsfoto. En graag een warm applaus opnieuw voor al die mensen. Dus kom maar naar voren. Ondertussen... Ondertussen misschien een klein intermezzo als de personen, als al mijn team zich op het podium zet. Ik moest nog een kleine mededeling doen. Dat is dat de winnaar van de laptopwedstrijd is een meneer Dr. Lucas Levrault. En deze mag naar de kerkcoachstand gaan voor zijn laptop op te halen. En dan was er ook nog we hadden een stickerkaartwedstrijd. En de winnaar gaan we nu even trekken. We gaan een onschuldig hand op de eerste rij nemen. En dat was voor het winnen van een boze speaker. En de winnaar van de boze speaker is de Ro Tom. En deze speaker mocht je aan voorkomen afhalen. Nog heel kort, ik ga het hierbij houden, maar ik nodig jullie allemaal graag uit voor de receptie. En vanaf 18 uur start het avondfeest in de plantentuin in Meissen met live music, foodtrucks, champagnebar. De shuttlebus die vertrekt vanaf 17:30 tot 18:30 en er is constant vervoer tot 4 uur 's nachts. Bedankt voor jullie aandacht en het is nu tijd om het glas te gaan heffen.